En wat doen jullie hier precies? Nou, ik ben Edwin Klaassen van Decem & Zo. En ik ben een bakker die op een eigenzinnige Nederlandse signatuur Decembrood bakt. Dus broodje van 35 gram tot 1,5 kilo. En hoofdzakelijk wat de klant ook hebben wil. En eigenzinnig? Leg uit. Maar eigenzinnig is dat wij geen Franse bloem bijvoorbeeld importeren vanuit Frankrijk. Dat wij Nederlandse molens gebruiken. En dat eigenzinnige slaat ook wel een beetje op mij. Wat ik samen ontwikkel met chef Cox. En kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld. Dat is de Kagislandbol. Het wordt steeds hipper om een bolletje van 125 gram op tafel te zetten. Nou, dan wil de Kagisland bijvoorbeeld, of de molen in Kaatsheuvel, wil een bolletje op tafel zetten. Met een banderolletje eromheen. En specifiek gebakken voor mijn relatie, zeg maar, voor het restaurant. Waar de gasten er lekker van kunnen snoepen. Maar we hebben natuurlijk broden van een kilo, woeste knoest, krentenwerren, kletsenbrood bijvoorbeeld. Met vijgen, peren, pruimen, hazelnoten, walnoten, rozijnen, specerijen, rum, klein beetje brood. Lekker? Ja, lekker bij kaas. Ja, we maken alle soorten brood. We kunnen niet direct bedenken. En dat laten jullie zien aan de mensen die hier vandaag op de WWB zijn? Ja, dat laten wij zeker zien. Ook proeven ook, hè. Beleven eigenlijk. Dus we hebben een aantal broodsoorten aangesneden die ze kunnen proeven. Ja. En wat zijn de reacties tot nu toe? Ze willen allemaal het assortimentlijst hebben van de groothandel waar ze zaken mee doen. Oké, nee, dat is duidelijk. Dus ik ben dan niet daar bepalend in, hè? Via wie mijn distributiekanaal loopt. Ja, dat is alles mogelijk natuurlijk. Oké, en je kan zeg maar voor iedereen die hier op de BBB is iets speciaal voor hun restaurant maken? Nou, dat kan wel. Ik moet daar natuurlijk wel een beetje aan assortiment blijven. Hè? Ik bedoel, als worden ze bij een bijvoorbeeld een Daily Excel helemaal gek, zeg maar. Dus ik moet natuurlijk wel een beetje aan mijn assortiment houden. Ja. Oké, en we zien hier op de BBB een heel hoop trends voor het nieuwe jaar. Kan jij iets aangeven wat in brood een trend is voor 2011? Nou, de trend in het brood is echt het decembrood. Maar er zijn veel te veel poedertjes op de markt en jerrycannetjes die ze dus toevoegen als decem om maar decembrood te hebben. Het is geen beschermde naam, dat is wel heel erg jammer. Er komt ook heel veel wildgroei ook. Maar decem is gewoon puur broodbakken, is eigenlijk wel een trend. Gewoon teruggaan naar bloem, water, zeezout en een mooi decem. Decem heeft ook een functie, hè? Dat onderschatten we weten er heel veel niet. Maar eigenlijk, dat is het belangrijkste, dat je gewoon mooi brood bakt van pure ingrediënten. Dat is eigenlijk wel heel hip. En natuurlijk de bolletjes en dat het geen dozenvuller is, maar dat het echt gewoon de producent zelf is ook. Frits en ik zijn natuurlijk ook allebei de bakker ook, dus dat moeten we niet vergeten. We zijn geen dozenvuller. Nee, precies. En die zie je al genoeg. Ja, inderdaad. En die zeggen dan deze een brood, en dan denken we ja, jammer. Nou, dat klinkt goed. Dankjewel. Ja, dat is echt zo, hè? Wat? Nou ja, je hebt heel veel...